Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Good morning. Yeah, sis. You see, now I look young and decent again, right? Hoe gaat het, lieve mensen? Van harte welkom in de Republiek Surinamibo. Zo, wat gaan we doen vandaag? Nou, eigenlijk weet ik het niet zo goed. Nou, ik weet wel wat ik moet doen, maar... Ja, ik heb niet echt een missie voor ogen. Ik moet eventjes een briefje ophalen. Een prikbriefje. Voor mijn moeder. Moet je... En dat moet ik even doen bij het Sint Vincentius ziekenhuis. Dus we gaan eventjes richting Sint Vincentius ziekenhuis. En daarna gaan wij even naar mijn tante toe. Want ik ga eventjes haar netwerk scannen. Ik heb jullie verteld over intruders die we hadden op ons netwerk. Dit is de eerste avond waarbij we dus geen mensen op onze wifi hadden. En ik heb goed kunnen slapen, want ja, het idee dat mensen op mijn wifi zitten. Weet je, ik stond laatst op en toen waren de passwords en de vingerafdruk was uit mijn iPhone. Was zomaar verdwenen. En toen had ik al het gevoel dat er iets was gebeurd die nacht. Dus we hebben niet alleen mensen die gebruik maken van je wifi. Maar je hebt ook mensen die proberen in je computer te komen. Dus inbreken. Digitaal inbreken. Het waren amateurs, want ik heb dus de vingerafdruk van hun telefoon. Dat is het MAC-nummer. Heb ik genoteerd. En het was geen rooted device. Dus ze hebben het niet kunnen spoeven. Hé, hey, wat doe ik nou? Ik snap er niks van. Ik reed gewoon die winkel voorbij. Het is toch ongelooflijk, mensen. Ik heb het gewoon helemaal niet door dat ik hier zo naartoe moest. Ik ga even naar mijn broeder Statish. Statish, dat is, ja, je kan zeggen de uitgebreide supermarkt waar ik dus eigenlijk elke dag kom. Statish is bijna als een soort familielid geworden. Dus ik ga even naar Statish toe, want hij heeft iets heel bijzonders voor mij. Wat ik graag wil hebben. Dus ik ben zo terug. Dit is de winkel van Statish. Het is een hele mooie grote winkel. En ik ga even naar binnen. Oké, mensen, we gaan weer. En we gaan richting stadje. Ik zei het al. We gaan naar het ziekenhuis om een briefje op te halen. Dit briefje haal ik op voor mijn moeder. Het is een prikbriefje. En ze zou dit briefje nodig hebben om te gaan prikken. Tot ziens! Dus we rijden even die kant op. En ik heb jullie even op de camera gezet, dus dan kunnen jullie een beetje meegenieten van het verkeer. Hoe het er allemaal uitziet op de vroege ochtend. Het is, om precies te zijn, 9:57. En ik ga deze jonge dame, zou je alsjeblieft aan die kant van de weg willen lopen? Ik wil niet dat de auto je slaat. Meneer, ik woon aan deze kant. Maar toch wees voorzichtig, ze rijden als gekken hier zo. Ja, ik loop goed. Ja? Ja. Oké, okay, voorzichtig hè? Ja, ja, ja. Doei, doei. Doei. Ja, ik maak me altijd druk als ik mensen aan deze kant van de weg zie lopen. En dan stop ik altijd om ze te vragen om aan de andere kant van de weg te lopen. Want ja, voor hetzelfde geld slaat de auto hun, weet je wat ik bedoel? En dat wil ik niet hebben. Ja, lieve mensen, daar zijn we dan. Jawel, 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 jawel. Vandaag op deze prachtige woensdagochtend in de Republiek Suriname. Hebben we wat dingetjes op het programma. Ik zat jullie te vertellen over de hackers. Dat ze dus niet alleen gebruik maken van je internet. En in deze video ga ik je ook laten zien hoe jij dat kan testen. Of je mensen op je netwerk hebt. Er zijn daar verschillende programma's voor. Ik gebruik 2. Just to make sure. Als ik op dieet ben, dan gebruik ik ook altijd 2 weegschalen, hè. Maar die ene weegschaal die wijst altijd anders dan die andere.
Als je begrijpt wat ik bedoel. En degene die het meest wijst is niet goed natuurlijk. Dat begrijp je ook wel, hè? Dat snapt u helemaal. Deze bus even voorrang geven. Maar... ja, alsjeblieft. Anders zit hij de hele tijd te wachten. Er zijn een heleboel auto's achter mij. Zo help je elkaar een beetje. Dit is de PK. Dat is een wilde bus, noemen ze dat. Een wilde bus. En het enige wilde aan deze bus is dat hij vrijwel overal stopt. Hij stopt in het wild. En je hebt muziek aan boord, jawel. Dit zijn hele coole bussen. En als de chauffeur van goede muziek houdt, dan ga je goede muziek horen. Je hebt ook van deze bussen die dus echt vroeger keiharde muziek speelden. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog is toegestaan. In verband met ouderen die in de bus zitten, ja, die kunnen niet zo goed tegen die harde muziek, hè. Dus die chauffeurs die spelen de muziek niet zo hard meer, weet je. Maar ja, je hebt natuurlijk wel sommige bussen die dat wel doen. Die spelen hele goede reggaeton of reggae of Surinaamse muziek. En dat is altijd wel prettig om in zo'n bus te zitten, vind ik persoonlijk. We hebben nog nooit in zo'n bus gereden vanaf we er zijn. Dus misschien gaan we een van deze dagen ook even een wilde bus pakken. Ik ga hier zo naar rechts, want ik heb het gevoel dat het nogal druk kan zijn hier zo. Dus ik ga naar links. Ik pak de tweede rijweg. Want ik heb het gevoel dat ik een lange wachttijd ga hebben daar zo bij het stoplicht van de Quattaweg en de... ja, ik weet niet hoe die straat, Kernkampweg. Dus als ik kijk naar die rij, het is een verschrikkelijke lange rij. En kijk, deze bus gaat me een break geven, want het zijn gewoon lieve mensen. Nee, dus niet. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat red ik wel. Misschien kan ik nou even snel gaan. Ja, zie je. Gewoon de tijd nemen en eventjes een beetje relax. Dan komt het allemaal goed. Dus dat, ja, dit is de tweede rijweg gezien vanaf de kant van de Quatta. En we gaan richting Johannes Mungralaan. En dan komen we langs mijn vrienden van, wat was het ook alweer? Ik ben even vergeten. Ik ben het even kwijt. Benzinepompstation, die leuke, met mijn vrienden daar zo. En hij heeft ook al gereageerd op de YouTube video, wat hij staat. Ja, YouTube heeft dus net dat stukje gepakt waar ik met mijn broeder dus zeg maar even poseerde voor de camera. YouTube is heel slim, die pakt precies de stukjes die echt relevant zijn. En van onze video van gisteren was dat het meest relevante. Daar zat al de love, weet je wel. The love, man. It's all about the love, my brothers. Suriname is all about love. More love in Suriname. For the Suriname people. More love. More love. More love voor ons allen, voor iedereen in Suriname. Dus niet alleen voor een bepaalde groep, maar echt voor iedereen, weet je. More love, man. Ik denk dat love Suriname sowieso kan redden van allerlei soort situaties. Financiële, al die schelen. It's all about the love, man. It's all about love. It must be love, love, love. Dun, 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 dun. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Als we rechtdoor gaan, dan komen we op de Veldhuizenlaan. Recht voor ons is de Veldhuizenlaan. Jawel. En we gaan nou richting Johannes Mungralaan. Je kan zien dat deze man
Ja, hij heeft geen vertrouwen in breaks nemen. En hij is een voorzichtige rijder. En zo hoor je ook te rijden in Suriname. En ik mag dit eigenlijk ook nooit meer vergeten, die naam. Het is zo onbekend, hè, voor mij. Ik ken Shell, ik ken Esso, ik ken Q8 en zo. Oeps, sorry. Mooie auto ook, hè, die AI300. Is ook van Toyota. Heel veel Toyota's in Suriname, geweldige auto's zijn dat, hè. Ik rijd ook een Toyota in Nederland. Ik rijd een Toyota Celica van 1994. Echt een geweldige auto. En hier is mijn pompstation. En natuurlijk de Rock. Het is Rock Shop. Het is de Rock Oil. En ik ga even zitten. Dat zijn mijn vrienden. Heb je de horen schreeuwen, die schat? Dat is zo'n lieve meid, hè? Ja, ik ga gewoon voortaan bij hun denken. Ja. Want de love is daar, hè? De love is daar. Zo, ja, dit is de Johannes Moenderlaan om 10:30 ochtends, lieve mensen. Het is nog niet zo heel druk. Dadelijk wordt het wat drukker. En dit is een zebrapad. Die strepen moeten even weer gezet worden, jongens. Dus openbare werk en verkeer. Willen jullie dat even doen? Al die zebrapaden eventjes weer nakijken. Dat ze allemaal mooi wit zijn of geel. We zouden ook de uitzondering kunnen maken om ze geel te maken. Van dat lichtgevende gele verf. Het is wat duurder, maar dat kunnen wij best wel betalen. Een paar goudklompjes inleveren en dan hebben we genoeg verf voor de zebrapaden. En ze kan een mooie kleur geven. Suriname moet apart zijn, hè? Het moet niet zo zijn als andere landen. Als je komt naar Suriname, dan bepaalde belangrijke strepen, zoals die witte strepen, je ziet ze niet zo goed, hè? Je ziet ze niet zo goed. Ze verbleken en als ze mooi geel zijn, weet je, dan heb je, ziet de straat er ook wat mooier uit. En als het ook nog lichtgevend is, dat het 's avonds oplicht. Kijk, in Nederland kunnen ze dat niet doen, omdat het dan heel duur zou worden. Hè? Het zou te veel geld kosten. En daar zijn ze ook aan het bezuinigen. Dus dat gaat niet lukken. Maar in Suriname kunnen wij dat makkelijk doen. Mag ik ook? Oh, dank u wel. Dank u. Zo. Hele lieve mensen daar op de Kerkkampweg, zoals u kunt zien. En de masten die je daar ziet in de verte, dat zijn de masten van Radio ABC. ABC, the station of the nation. Of was dat Radio Apinti? Nee, dat was Radio Apinti, was the station of the nation. Hè? Ja, ik moet de dingen niet door elkaar halen, anders worden die jongens boos daar zo. ABC. Zo, we gaan hier eventjes gewoon rustig wachten. En het is nogal een beetje druk hier zo op deze weg. Dus ik geef eventjes, ik krijg een break hier zo. Dat is zo lief. Dat is zo. Zo, deze man. Dank u! Zo, ja, wat wil je nog meer, jongens? Kijk eens. We zijn dan weer op de, hoe heet deze straat ook alweer? Ik ben deze straat helemaal vergeten hoe het heet, joh. Het is een straat waar ik zo vaak heb gereden in het verleden. Dit is de Van den Ziegastraat, no? Heet het zo? Ik denk dat het de Van den Ziegastraat heet, ja. En we rijden hier achter het kampement, het militaire kampement. En ik hoop niet dat die ervoor gaat bonzen, nee. Goed zo. Ik kan u het kampement niet laten zien, want het is niet toegestaan om militaire dingen te filmen. Dus ik hou de camera even recht. Zo, daar zijn we.
En daar is de melkcentrale, dat blauwe dak wat je daar ziet. Daar kun je heerlijke Surinaamse melk kopen. Jawel. Dat is echt best cool. Je kunt ook gewoon daar naartoe gaan en je pakje melk halen. En vroeger had je de melkwagen. Dat was ook hartstikke leuk. Dat was een driewielig ding. En daar zit een motortje op, die maakte heel veel lawaai. En dat was de melkman. Dat heb je nou niet meer. De melkman bestaat niet meer. Die ging vroeger langs de huizen om melk te leveren aan de mensen. Enzovoorts, enzovoorts. En deze meneer rijdt wel heel erg langzaam hoor. Die ga ik eventjes inhalen. Zo, hoppa. En we komen natuurlijk weer langs onze favoriete winkel, Shinaloy. Een van de oudste Chinese winkels in Suriname. En dat is hier zo. En ik heb jullie verteld dat ik met de zoon op school zat. Dat is in de tijd, eigenlijk 1978 was dat. Toen herinner ik me dat we hadden net een zwaar ongeluk gehad. Mijn moeder en ik op de Hermitage, heb ik ook al verteld. En in de tijd dat mijn moeder in het ziekenhuis was, toen logeerde ik bij mijn tante, de zus van mijn moeder, tante Joyce en oom Theo. En ja, ik moest daar zeker wel 2 maanden verblijven. Omdat mama behoorlijke optater had gehad. Ja, ik vertelde dat toen Robert Huizen was aan het racen met een auto op de Broek op Hondelaan. En ja, eigenlijk mama die had dat niet gezien en die reed zeg maar door, om het zo te zeggen, om de bocht te maken naar de Broek op Hondelaan. En toen kwamen zij eraan en die auto is met een verschrikkelijke klap tegen mijn moeder aangebotst. We reden toen op een Lambretta scooter. Dat was het voertuig van mijn moeder. Mijn moeder reed scooter toen. Dat was een motorscooter, heel mooi ding. En die was helemaal aan diggelen, hè? Helemaal aan diggelen. Helemaal aan het tiggelen. Helemaal stuk. Dus ja. Hier komen we langs Alginco. Alginco, dat was een airconditioning bedrijf. Waar mijn vader ook gewerkt heeft. Voordat hij naar het Medisch Wetenschappelijk Instituut ging. Om daar de machines te onderhouden. De grote generatoren. Je wil niet geloven, maar die ziekenhuizen die hebben dus in de kelder hebben ze verschrikkelijke grote machines. Hele grote machines die dus onderhouden moeten worden. En die regelen eigenlijk een heleboel van het ziekenhuis. Even kijken, het is nog op rood. We moeten hier wachten. Het is de eerste keer dat dit stoplicht op rood staat. Ik weet ook niet waarom. Oh, waarschijnlijk was dat zebrapad. Zo, daar zijn we dan. Oh, even de camera een beetje recht zetten. We zitten nu weer op de Gravenstraat. En hier hebben we het voetbalstadion. Het grote voetbalstadion van Suriname. En hier ga je naar de Cultuurtuinlaan. Ik ga die weg nou eventjes niet pakken, omdat ik dus die brief moet ophalen. En ik ga hier niet links inhalen. Alhoewel die man op zijn eigen baan zit, kan hij ieder moment naar links komen. Dus voorzichtigheid geblazen. Why do birds suddenly appear? Every time you are near, just like me, they long to be close to you.
like me, they long to be close to you. Kijk, dat is nou een beetje vreemd, hè? Die mensen die gaan daar oversteken, maar hier is helemaal geen zebrapad. En dan gaat die man daar stoppen om die vrouwen te laten oversteken. Maar eigenlijk houden ze dan het hele verkeer op. God, wat een lange drukte weer hier zo. Ja. Deze route hebben jullie eigenlijk al wat vaker gezien, hè? We treden in herhaling. Dit is niet leuk. Ik moet echt een backup gaan maken. Ik heb meer dan 100 gigabyte film gemaakt hier zo in Suriname. En de originele beelden die zijn in 4K, hè? Dus ja, ik ga een backup maken. En als ik in Nederland ben, dan ga ik al de leuke stukjes film. Zullen we weer een paar uur film worden. Want die films van mij zijn meestal een beetje LB. Ik maak LB films. En LB betekent niks anders dan lange beren. Mijn tante zegt mijn telefoon wordt heet. Het wordt heet om die film af te spelen. Dus ik zal ze voor haar op cd zetten. Ja, maar goed. Dus ja, dat is het hele verhaal, mensen. We zitten nou even in de file. En ik ga dat briefje ophalen. En dan gaan we snel naar mijn tante toe. En dan ga ik even mijn tantes internet controleren. Of daar mensen op zitten. En ja, dan moet het eigenlijk ook veranderd worden. Ik weet niet of ze ook webverbinding heeft of WPA. Dat moet ik ook nog even checken. Maar dan ga ik jullie daar zo laten zien hoe je dat moet doen. Ik heb gezegd verteld dat je naar Telesuur moet. Zodat Telesuur het voor je kan doen. En en ik weet niet of ik die modem van mijn tante ga meenemen om naar Telesuur te brengen, want ik heb daar niet zo heel veel tijd voor. Ik wil nog eventjes ook nog langs het vliegveld kijken of we wat shots kunnen maken van wat planes die binnenkomen en ja, zeg maar opstijgen en landen. En ik wil ook eventjes een thumbs up geven aan Captain Jim Gummels. Hij heeft de gezegende leeftijd van 65 bereikt en dat betekent dat ja, dat hij niet meer echt met vliegen bezig, zichzelf niet echt meer met vliegen bezighoudt, maar dat hij, nou meneer, deze weg moet u eigenlijk openlaten. Dat moet open blijven. Hé, hey, jullie moeten gewoon even stoppen, joh. Dat moet je open laten. Je kan niet de hele boel dicht timmeren, joh. Waar hebben jullie je rijbewijs gehaald, mafkezen? Dat moet je niet doen, hè. Als je dus zeg maar zijstraten hebt en er is een file, dan moet je altijd stoppen daar zo, bij die, dat die mensen die uit die straat komen niet om een brik hoeven te vragen. Want ze hebben het recht om erin te rijden en eruit te. Jij moet daar voor die straat gaan staan. Volgens mij moet ik sommige mensen verkeersles komen geven hier in Suriname. Maar dat heeft ook met een beetje fatsoen te maken. Hè? Ik zeg niet dat jullie niet fatsoenlijk zijn, dat heb ik niet gezegd. Maar verkeersfatsoen is ontzettend belangrijk, omdat je daardoor heel veel vrienden kan maken in het verkeer, begrijp je? En dat is erg belangrijk. Dat mensen zichzelf veilig voelen in het verkeer. Dat ze niet denken van shit, wat moet ik doen en hoe moet het nou? Dat ze niet onzeker worden. Want sommige mensen zijn onzeker. Zo, mevrouw. English. Zo, die mevrouw die heeft een jurkje aan. Een hele grote tattoo op haar dij. En ja, dat is een heel kort jurkje. Dus ik zal dat maar niet laten zien, want dan gaat YouTube plotseling mijn video bannen. En dan moet ik weer allerlei soort nonsens gaan doen om het filmpje te repareren. Morning, ja, die kent mij niet eens meer. Het is echt erg. Goedemorgen.
Ja, lieve mensen, zie je dat? I love these people, man. These are my friends. Och, kan ik niet ergens buiten parkeren? Ik zet hem. Ja, dat kan niet, jongen. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Goedemorgen. Ik hoor dat het vol is. Ja, klopt. Hey, ik moet even alleen een briefje ophalen. Mag ik hem even hier zetten? Nee. Lang gaat het duren, want u weet. Ik denk 2 minuten. Ik ga die brief ophalen en dan ben ik weer weg. Je bent een toffe gast, man. Dankjewel. I love these people. When I tell you I love Suriname people, I love Suriname people. Don't you ever talk bad about my Suriname people. Zo terug. Zo, en dit is zeg maar, zo kom je binnen. Dit is de mooie tuin van het Sint Vincentius ziekenhuis. Zie je dat? En gelukkig ligt mama hier niet meer. Maar het is een hele mooie tuin. En er werken best hele lieve mensen hier zo. Daar heb ik een mooie beeldje. Van broeder Jozef, denk ik. En hier ga je zeg maar naar binnen. Zo. Ik heb net zeker een kilometer gelopen in het gebouw. Het is echt heel groot. Om deze brief op te halen. Dat is een brief waarbij mama dus zeg maar... weer haar prikjes moet halen. Even op een goede plek zetten dat het niet wegwaait uit de auto of zo. Anders is my dad's gonna kill me. Just netjes vol. Zo. Maar ja, daar kan het open. En dan wil ik onze portier super bedanken. Dat ik hier eventjes mocht parkeren. Dat is echt een hele toffe gast. Ik hou van die mensen van hier. Dat zijn echt coole mensen. De meeste securities hier in Suriname vind ik echt hele toffe mensen. Ze doen niet zo stoer en zo, weet je. Maar ja, ik ben ook een aardige jongen. Denk ik. Zo, ja toch? Ik kom niet met Biggie Move of geweldig doenerij of zo. Ik geef die mannen hun respect. Zo hoort het ook. Seatbelt omdoen. Hoppa. Zo. Seatbeltje aan. Super, dank u wel hoor. Okay. Doeg. Lieve mensen, jongen. Oh, eventjes, deze is heel snel. Deze mensen mogen hier niet parkeren. Die mensen parkeren daar als idioten. Ze zetten gewoon hun auto dubbel. Ze denken, nou ja. Ja, maar het was ook vol, hè. Er was geen plek meer, dus ja. Oké, we zijn hier zo klaar. Oh, hallo meneer. Zo. Dan ga ik even langs mijn tante. Ik ga even haar internet scannen. Even kijken of mensen daar illegaal gebruik van maken. Dat heb ik haar beloofd. Even kijken of alles goed is met haar internetverbinding. En dan kunnen jullie ook even zien hoe dat moet. Het is een klein programmaatje. Ik zal een link plaatsen naar het programma. Ik zal het programma uploaden naar
naar mijn Google of zo. En dan kunnen jullie het gewoon daar vanaf plukken. Je hebt geen Play Store nodig. Anders moet je weer je Play Store openen, account maken, al dat soort nonsens. Dus ik zet die file gewoon voor jullie ergens waar jullie het gewoon kunnen ophalen. En ik laat jullie weer even de weg zien. En daar zijn we weer. En we gaan, hoe heet deze straat ook alweer? Dit heet de Maretraiteweg volgens mij heet dit. En iemand is daar aan het uitrijden, zoals je kunt zien. Dus we wachten heel even. Iedereen moet de kans hebben hier, ja toch? Dus eigenlijk autobestuurders, dat zijn hier zo net als... Ja, we zijn ook een beetje politieagent en we regelen ook het verkeer. Samen help je het verkeer regelen. Rechts open laten voor de bromfietsers, zodat ze kunnen inhalen. Ik bedoel links, rijdt de brommer achter me. Hij rijdt rustig, heeft geen haast. Het is behoorlijk veranderd hier. Allerlei soort grote gebouwen zie je hier opdoemen. Eldorado was het grootste gebouw toen in mijn tijd. Dat was drukkerij Eldorado. Volgens mij bestaat het niet eens meer. Ik weet het niet eens of het nog bestaat. Dus hier is heel veel leven. Nieuw leven ingeblazen, om het zo te zeggen, mensen. En het is erg gezellig. Oh ja, eventjes een speciale groet aan Carmen. En natuurlijk Albert. En zeker niet te vergeten. Schat nou ook alweer. Hoe kan ik haar naam nou vergeten? Ja, mijn hoofd is een beetje... werkt niet zo goed vandaag hoor, lieve mensen. Neem me niet kwalijk daarvoor. Maar ze heeft een hele prachtige naam. En ze is ontzettend lief. En ze laat altijd een berichtje achter. En omdat ik zoveel om haar geef, ben ik nou haar naam vergeten. Zometeen ga ik je naam roepen hoor, schat, want ik weet dat je kijkt. Dit videootje is ook voor jou, dat weet je zelf ook wel. Ze heeft een hele mooie naam. En die naam kan je op twee manieren schrijven. Ik ben nou gewoon even helemaal kwijt. Zo, en dan moeten we naar de Copernicusstraat. En dat is de straat hier zo, rechtsaf. Nou, ik ga gewoon eventjes hoor, joh. Neem me niet kwalijk, meneer. Ja, 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 ik hou ook van jou. En hier, ergens moet ik mijn tante vinden. Voor de privacy zet ik eventjes de camera. Zo, en het moet, als het goed is, naast deze grote winkel zijn. Ach man, ik ben het natuurlijk weer voorbij. Puk van je race, jongen. Huh? Hier helemaal lo-em. Kijk, 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 kijk. En hier zo ga ik dan even draaien. Of moet ik door? Nee, dat is toch alweer de weg naar... Nee, ik moet er gewoon eventjes terug. Ik ben te ver gereden. Maar dan hoe dan? Van je race komt hij varen. Ik snap er niks van. Nee, dat is toch aan die kant. Dit kan nooit Siswatama zijn. Nonsens. Je moet meer naar die kant. Diem. Hier is toch geen Siswatama? Ja, hier is Siswatama, jongen, je stomkop. Je rijdt helemaal verkeerd, je idioot. Mafkees. Nou, dan pak ik hem wel vanaf hier. Slam me niet dood, alsjeblieft. En dan moest ik gewoon de andere hoek hebben, natuurlijk.
Ik rij altijd een beetje verkeerd. Dat komt omdat ik nog niet zo gewend ben aan deze buurt. Oei. Dat was niet de bedoeling. Even kijken. Volgens mij... Ja, ik zie haar huis al. We zijn gewoon naar huis voorbij gereden, ze net. Nee. Is dat haar huis? Jezus, ik weet het niet eens meer, joh. Nee, volgens mij is haar huis aan die kant. Er is een huis dat heel erg lijkt op haar huis, maar het is niet haar huis. We moeten dus hierin. En dan moeten we linksaf, rechtsaf bedoel ik. Die andere links. Juist. Nu zitten we goed. Nu zitten we goed. Even rustig wachten op die witte auto. Zo. Hoppa. Een drempeltje hier zo. Ja. En we zijn er. Oeps. Links hier vooraan. U heeft voorrang. Ik? Ik dacht dat u voorrang had. Links heeft voorrang. Sorry. En ik ben bij mijn tante. Oké, we zijn weer terug en ik ben net bij tante Joyce geweest en ik wil jullie even nog het programmaatje laten zien wat je nodig hebt als je dus wil scannen. Ik zal het eventjes ook voor jullie daar zetten. Het heet Network Scanner en als je dus de Network Scan drukt en je zie je dit en dan druk je hier op start, ja? En dan gaat hij dus scannen en dan laat hij alle computers zien die verbonden zijn. En dit klopt allemaal. Mijn tante heeft al dat geregeld. Zij heeft een goede wifi verbinding. Niemand zit er op de lijn. Dus, tante Joyce, dat is geregeld. En dan gaan we nou heel gewoon naar mama toe, want ik moet thuis zijn. Want mijn pa die gaat zo naar het land. Dus we gaan nou eens heel snel via de ringweg naar Huiske toe. Zo, daar gaan we. Doei doei. Zo, hoppa. Dat is tante Joyce. Oh, die heeft lekker gekookt, mijn jongen. En ik heb net lekker gegeten, dus ik zeg nog eventjes dank u wel, tante Joyce. Want ze gaat deze film zeker zien. Ik stuur allemaal filmpjes naar tante Joyce, toch? Oké, maar dan ga ik jullie nou laten zien hoe we via de ringweg terug gaan rijden. De ringweg is een verbindingsweg. Dat... Eigenlijk, ja, ik weet niet of je dat Noord en Zuid noemt, verbindt met elkaar. En we hebben die weg wel eens vaker gereden. Even deze auto een breek geven. Ja, oké, okay, yo. Ja, dus mijn buikje is weer helemaal vol. En mijn brilletje ben ik weer niet vergeten, goed zo. Even kijken of dat mag. Mag ik, alsjeblieft? Dank u wel. Ja, altijd eventjes aardig doen, hè. Ik zeg altijd, als iemand me een break geeft, dan ben je mijn mattie. Als je me een break geeft, dan junami mattie. En dan ga ik je altijd bedanken. Weet je, om shanti om, je weet toch. Om shanti om, mijn vriend. Zal hem jullie op de weg zetten. Kijk hem mooi op. Super mooie auto, zie je dat? Die groene. Ik weet niet wat voor auto het is. Wat staat erop? S Any Pro. Die groene letters zijn niet zo goed te lezen. De Brishman. Zo, en volgens mij, als je hier rechtdoor gaat. Dan ben je al, heb ik voorrang hier. Ik vind het zo eng hier zo. Dankjewel. God bless you. Zo. Volgens mij moet dit de ringweg zijn, lieve mensen. I don't know to say these words when I'm with you.
When you're here with me, the magic is so true. Cause I don't know to say these words when I'm with you. When you're here with me, the magic is so true. I want you for my own, so please don't leave me alone. Please stay right here with me, cause I love you so. For all of my life, I wanna be with you. All of my moments, I want to share with you. So darling, tell me please, could you be here with me? Know that you're the one that I am looking for. Om Shanti Om. All of my time, I wanna be with you. All of my moments are only for you. So darling, tell me please, could you be here with me? Know that you're the one that I am longing for. Do 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 do. Darling, tell me please, could you be here with me? Know that you're the one that I am coming for. Het is 1:30 in de Republiek van Suriname. En we rijden over de... Nou praat ik als Henk van Vliet, hè? Henk van Vliet. Het is 1:30 in de Republiek van Suriname. God, wat had die man een mooie stem, zeg. Henk van Vliet. Wie kent Henk van Vliet nog? Met Haatje Mahalalalalalalalala. Daar zijn we dan op de ringweg. Ik ben waarschijnlijk precies om 1 uur thuis. Mijn pa gaat zeggen, je bent precies op tijd. Precies op tijd voordat ik boos op je zou worden. Dat is wel leuk. Als ik in Suriname ben, dan heb ik toch echt het gevoel van... Dat ik nog eigenlijk... Ik ben geen kleine jongen meer, maar... Ik voel me toch altijd weer een kleine jongen als ik bij mijn ouders ben. Niet klein, klein. Je weet wat ik bedoel, toch? Mijn vader is toch wel best wel een beetje autoritaire man. En afspraak is afspraak. Hij houdt niet van afspraken die je niet nakomt. En hij en ik hebben een ontzettend goede band. En hij weet ook dat ik hem 100% respecteer. Dat weet hij gewoon. Zo is altijd geweest. Het is eigenlijk nooit veel veranderd. Het is altijd gebleven hoe het was. Natuurlijk behandelt hij me niet als een kleine jongen. Maar af en toe voel ik me gewoon nog lekker kind, weet je. Dat is zo prettig. Om je af en toe gewoon nog lekker kind te voelen als je bij je ouders bent. Al ben je van mijn leeftijd. Want zo jong ben ik echt niet meer, hoor. Al zie ik er geschoren toch vrij jong uit. Maar na een paar dagen zie je die grijze baard opkomen. Ja. Zo, deze auto's laten we even voor. En daar gaan we weer. We zijn alweer bijna bij de Quatta, dames en heren. Zoals je kunt zien, de ringweg is een supersnelle weg. Die de zusters, mijn moeder en tante Joyce... In één keer verbinden. Het zou nog net een beetje verder moeten lopen tot de Noordwijkerweg. Oh god, mijn richtingwijzer staat weer aan.
I don't know to say these words when I'm with you. When you're here with me, the magic is so true. 'Cause I don't know to say these words when I'm with you. 'Cause when you're there with me, the magic is so true. I want you for my own, so please don't leave me alone. Please stay right here with me, 'cause I love you so. For all of my own, I wanna be with you. All of my moments I share only with you. So darling, tell me please, could you be here with me? Know that you're the one that I am longing for. Such a sweet song, huh? This is my own lyrics on the Om Shanti Om song from, of course, Shah Rukh Khan. Well, it was not sung by Shah Rukh Khan. It was sung by somebody else, but he's in the video and then he's, you know. You should really see this video. This is, or this film, it's a film. I think it's a 3-hour film. And I think it's one of the most beautiful Indian Bollywood films I ever saw in my life. I could not understand a word, but we end up crying, me and my girlfriend. Both of us, we were crying when that evil guy, what was his name again? He killed that girl. He let her to burn in the house. And then how was it again? The guy reincarnated and Mukesh, yes, Mukesh was the murderer. The guy called Mukesh. Yeah, Mukesh. He was the bad guy. Mukesh. That is one beautiful film. You must see this film. It's called Om, O-M, and then Shanti, O-M. You must find it. Probably you can buy it somewhere. It's one of the most beautiful films in the whole world. The guy is so much in love with this dancer. She's what was she? She was a big artist, and he did everything to get close to her and to, you know, to become an artist himself, and he did all sorts of crazy things to let the girl fall in love with him. And then the girl was killed, and then her ghost came back. Every time her ghost would appear in that castle where she was burned. It was very, very crazy film. Very emotional. I think the Indian people, they make very good films, eh? Very, very good films. Just like the Germans as well. The Germans, if you don't end up crying at the end of the film, then probably it was not such a good film. But German films always, they have some emotional thing that you can feel, and it's crazy. Same thing with Bollywood films. And you know what I love from the Bollywood films is that they always sing. There's always music in it, and they dance, and these are such great dancers. Shah Rukh Khan is such a big dancer. He's a beautiful person. And why I like him, he and me, we have the same age. We have the same age. That's why I love him. And of course, I also like him because he's always with the most beautiful Indian girls. I think if I'm gonna get married, I'm gonna go to India and I will find the woman that I want there. But I will have to learn to dance even better than I do now. My father is calling me. Hallo, ik ben onderweg. Ik ben al bijna thuis. Ik ben bijna thuis, ik ben al op de Quattaweg, net voorbij de tweede rijweg, pa. That was my dad. He's already calling, hey, where are you staying? My dad, he don't play. My dad.
I told you. He's like, oh, okay. I was like, what was that crazy noise? But it's my G320FN. I'm testing the ROM, guys, that I give to you. The Android 7.12 by, who was it again? By these two friends of mine, G-Man and Faltisal. It's a good ROM, eh? And they already updated again. I saw a new update. So we're gonna have a new update soon. When I get home, then we're gonna go through all my phones again and give them some new ROMs. I see that many of you guys are and girls are these days finding my videos. I can see that my videos are being watched very well, my Android phone videos. So that's a very good thing, because I think that channel 48, my channel, is covering a whole lot of phones, and I'm not done yet with buying phones, you know. Every time I buy another phone, so we can give support to that. Whenever I see that the guys are supporting that phone, let me remove my glasses, then in fact I you know, I buy that phone second hand, most of the time with outdated software, sometimes with a cracked screen. I don't care, just to make sure that you guys get the firmware and that I can test it and make a video of how to do it. And in fact, yeah, this is also helping the community, and I'm happy with that. Also, the developers, they forgive me that I sometimes make Apple modeled ROMs from their ROMs. They forgive me, they know I love them. And yeah, that was a guard with a very big gun. He greeted me very, very nice. Respect for that. I love these people, you know. I love my Suriname people. Ham toke chaila Suriname he. Behoed. Ham toke chaila Suriname behoed. Behoed, behoed. U mag eerst gaan, toch? Nee, meneer, zo gaat. Totaal geen respect. Beetje respect hebben voor die mensen, toch? Doe maar. Een klein beetje respect hebben voor de mensen. Als ze uit de zijstraat komen, je moet die zijstraat openhouden, toch? Kijk, als je een file hebt, dan kan je niet in die file die zijstraat die zeg maar op die straat uitkomt, die moet je openlaten. Je moet staan voor die, dat je het openlaat, dat mensen vrij kunnen in en uit gaan. Maar hier is Suriname, zie ik dat we dat gewoon blokkeren. En dan moet die mensen om een break vragen. Zo officieel hoeven ze niet om een break te vragen. Ik kan ook ergens hierin gaan. Laat maar kijken. Het is hartstikke druk, jongens. Mijn pa gaat boos worden. Hij gaat zeggen, je bent niet op tijd. Ik moet weg en je bent er niet. Maar ik ga me niet haasten om brokken te maken, want... Dan zijn we nog verder van huis. Oh, dit gaat zo langzaam. Oh, ik haat deze straat nu op dit moment. All of my moments, I want to be with you. So darling, tell me please, could you be here with me? Know that you're the one that I am looking for. I can never do this. These guys, they have beautiful voices. Make no mistake with Indian voices, huh? These are the best voices ever. Ever. Oeh, het is zo druk, zo druk, zo druk. Waarom is het druk? Oh, 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 oh. 42 alweer. Oh.
druk het is, man. Oh, kijk hoe druk het is, jongens. Volgens mij zijn we nog niet eens langs de tweede rijweg. My goodness. That's gonna kill me. Why are you so late? Traffic jam, pa. These people were driving so slow in front of me. I can go somewhere here, I can go to the right. This is a Boropassie from my dad. I'm gonna show you. Here it is, you see that? No, no, no. Yes, 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 here it is. Here it is, here it is. Here it is, here it is, here it is. Here it is. Dank u wel. Here it is. Horrible, horrible. Meri mi no mo dai sasi, meri mi dai sasi. O me langa yetra bimi, meri mi no mo dai sasi, meri mi dai sasi. Ome langa ye luru mi, meri mi dai sase. Zo, ik ben blij dat ik uit die drukte ben, want de Noordwijkerweg hadden we nooit zo snel bereikt als we deze Boropassie niet hadden. Dus deze Boropassie moet je echt onthouden als je in Suriname bent. En als je ook moet zijn in de buurt waar ik woon, weet je. Meri mi dai sasi. Nelis, Nelis, you lat ajeng. Nelis, Nelis, you lat ajeng. Boy Nelis, say de you. Emeki mis do wat de you. Nelis, Nelis, you lat ajeng. Nelis, Nelis, you lat ajeng. Ik heb dat liedje zo lang niet gehoord, hè. Het is echt een super mooi liedje. PC 86. I'm PC 48. I think exactly 5 to 1 I'm gonna be at home. Okay, dokie. So, I think I made it. I made it on time. I made it on time. I'm not gonna pass this guy because she's gonna get nervous. I think it's a woman. This speed will bring me at home on time. Amazing. Well, my friends, that was it again. I got the letter. Ik heb een briefje voor mama om te prikken over 6 weken. De resultaten van de vorige keer waren niet verontrustend. Er was niks verontrustends te zien. Ze hebben een paar buisjes bloed van haar afgetapt. En ja, alles is, weet je, mama is 2 kilo aangekomen. Dus dat gaat ook de goede kant op. Nou ja, ik denk dat het allemaal wel goed komt met mama. Weet je, dus ik ben hartstikke blij om dat te kunnen mededelen vandaag. Vooral aan mijn lieve kijkers die steeds vragen hoe het met mama gaat. Dikke kus voor jullie allemaal daar zo. Jullie zijn hartstikke lieve mensen. Mama stuurt kusjes voor jullie. Al die kusjes die jullie sturen voor haar, die stuurt ze ook weer naar jullie terug.
Dat jullie niet denken dat het in een leeg vat komt. Wordt heel erg gewaardeerd. Dus vandaag, ja, weer eigenlijk een niet zoveel zeggende vlog. Vlog, mag ik het een vlog noemen? En ik wil sowieso iedereen bedanken die meegereden heeft en deze vlog gevolgd heeft. Dankjewel. Ik heb ook genoten om het te maken. En dan gaan we hier zo naar binnen. Zo. En ik ben op tijd thuis. Het is precies 12:48. Dus ik ben 10 minuten op tijd. 10 minuten voor de tijd ben ik aanwezig. Ik ben er. Ik ben thuis. En het ziet er heel donker uit. Misschien gaat het wel regenen. Dus misschien kom ik dadelijk terug met een andere vlog. Regen in Suriname. Want dat is erg bijzonder. Op dit moment hebben we ontzettend warme en droge dagen. Dus lieve mensen, dat was het. Dankjewel. En dan zeg ik tot de volgende vlog maar weer. En groetjes aan jullie allemaal. En ja, ik zie jullie in de volgende video wel weer terug. En waar dat over zal gaan, Jonas zei, maar het wordt vast wel weer een gezellige video. Tot dan en zie je dan.